We staan voor een fundamenteel jaar over hoe onze samenleving er gaat uitzien. De uitdagingen zijn enorm. Het afgelopen jaar heeft veel hoogtepunten gebracht, maar ook veel dieptepunten. Terreuraanslagen in Parijs, Istanbul en Bagdad. Zelfs in ons eigen land, in Brussel en Zaventem. Kinderen die het leven lieten op de vlucht van gruwel en geweld. Maar er waren ook hoogtepunten. Gedeelde vreugde rond sportieve prestaties en Olympische triomf. Mensen die de handen uit de mouwen steken en zelf oplossingen aanreiken. Een historisch klimaatakkoord met afspraken over het aanpakken van de klimaatverandering. Dat geeft me nieuwe hoop. Wat we de laatste tijd van veel politici horen, van rechts en links, is een pessimistische visie. We leven in een oorlogssituatie. Veel slogans en ideetjes die goed klinken, maar niet werken. We are going to build a great border wall. En dit telkens onder het mom van het beschermen van dorpen en wouden. Dat is niet het land dat ik ken. Wij moeten weg uit deze impasse. Uit dit eindeloos opbod waarvan de uitkomst enkel wordt bepaald door de sterkste. Ik begrijp de angst en de bezorgdheid, maar die moet je niet opkomen. Ik heb juist een oproep gedaan om te stoppen met dat soort polarisering, met eigenlijk ook een stuk ranzig discours dat we de voorbije weken hebben gezien, waar de gemiddelde burger echt geen boodschap aan heeft. Laten we ook oog hebben voor de positieve signalen. Vele mensen die elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Leerkrachten die elke dag het beste van zichzelf geven voor onze kinderen. Ondernemers die de switch maken en groener gaan produceren. Echte doeners die ondanks tegenslagen ervoor blijven gaan. Dat geeft me hoop. Groen verbloemt niets. Groen verzoent. Tegenover de haat en de angst zetten wij hoop, menselijkheid en verbondenheid. Want het kan anders. Het is tijd